Op donderdag 18 juli is in het centrum van Ninove de 77ste grote prijs Beekman de Kaluwe gereden. En dat voor elite met contract. De start- en aankomstzone was voorzien op de onderwijslaan. De wedstrijd ging over 13 ronden langs Meerbeke, Denderwendeke en Polaren om zo terug via de centrumlaan de aankomstzone te bereiken. De wedstrijd ging in totaal over 166 kilometer. Het maximum aantal deelnemers was zo goed als bereikt, waaronder enkele plaatselijke renners present tekenden. Ook Belgisch kampioen, de Merlier, was van de partij in de grote koers van stad. Na meer dan 3 uur fietsen kwam Dries de Bond, wonende in Denderautum, als eerste over de streep. En daar komen ze aan. Daar zijn ze aan het spurten gegaan. Maar dat zijn er meer dan 3. Spurtje op het scherp van de snee. Kijk wie het gaat halen. Ja, het wordt Dries de Bond wellicht. Dries de Bond, de man die al een overwinning heeft dit seizoen. Het heeft eigenlijk een heel koers lastig geweest. En waarmee dat iedereen op het einde van de koers een beetje op zijn tandvlees zat, denk ik. Wat vond u nu persoonlijk zelf een van de moeilijkste punten op deze parcours? Dat het moeilijk was om ergens een shifting te maken. Het probleem was dat die brede stukken had eigenlijk altijd wind tegen, dus je kon echt alleen wegrijden, ging niet. De winter heeft dat hier geprobeerd en die valt gewoon volledig stil, dus ja, je moest eigenlijk goed proberen te timen en een beetje gokken. En ja, het is goed uitgepakt vandaag. U hebt gehokt op een sprint vandaag? Nee, ja, ik heb gewoon gehokt, alleen geprobeerd van mij niet te laten verrassen en overal mee te zijn. En gewoon van proberen erbij te zijn aan de meters voor de verwinning was. En dat is gelukt dus, ja. Dus ook deze jongens hebben vandaag hier 13 rondjes rondgereden op dit toch niet zo gemakkelijke parcours van deze 77ste grote prijs Beekman de Kaluwe hier het Ninove. Fijne koers, mooie wegen, ja, mooi parcours. Ja. En de conditie, hoe is het met jou verder gesteld met u? Ja, ik ben niet zoveel verloren, heb ik gevoel vandaag. Ik heb de voorlaatste ronde geprobeerd. Maar ik kreeg enkel Tom de Vriend mee en met 2 was onbegonnen werk tegen die kopgroep. Ja. Daar hadden we ook 2 man mee, dus het was ook niet aan mij om het werk te leveren. Tim Merlier werd ook in Ninove net voor de start in de bloemetjes gezet door de organisatie. En dat voor het behalen van zijn Belgische kampioenentrui enkele weken geleden. Hoe is het rijden hiermee, Tim? Ja, het is nu een aantal weken, maar het is echt heel aangenaam. Je voelt dat wel dat je net iets meer kunt in die trui dan als je een gewone trui rijdt. Ja. Pascal Karaal, voorzitter van onze koninklijke denderclub Ninove, tevreden met deze 77e editie? Ja, 77 keer. We hebben dit jaar, je weet dat we 150 renners aan de start mogen krijgen. We zaten naar 146, dus we zaten vol. En als je dan ziet wat deelnemersveld dat we krijgen, mogen we toch zeggen dat we serieus toch degene die niet in de Tour zaten, dat ze hier waren vandaag. En ik moet ook heel blij zijn dat de renners uit de streekrenners van Ninove, dat die praktisch allemaal aanwezig waren. En hier ook schoon weer gemaakt hebben vandaag. Als je ziet dat Jasper de Plus van in de eerste ronde een aanval was, dat de winnaar ook van de streek is en dat er nog verschillen in zaten, dan moet ik zeggen chapeau dat die Ninove kennen en Ninove erkennen ook voor het werk dat we allemaal doen. En de kampioen van België aan de start gekregen? Kampioen van België ook, ja. Dus het was 3 jaar terug. Pepe van Hekken was de laatste die we gekregen hebben en nu de rug een aan de start. Ja, dat moet lukken. Als hij niet in de Tour zit, dan kunnen wij hem contacteren en kunnen wij hem aan de start krijgen. En dan ga ik het ook niet laten om dat te doen. Dus ja. Dit jaar was het moment en ik zeg ja, oké, we gaan hem nemen en hij was vrij. Mogen we volgend jaar een 78e editie vragen? Wij hopen natuurlijk, hè. Dus we gaan de rekening maken, evaluatie maken. Ik moet wel zeggen dat ieder jaar moeilijker en moeilijker wordt om financieel rond te komen. Daarmee bedoel ik niet dat de sponsors afhaken, maar het wordt allemaal zoveel duurder en de budgetten worden zoveel groter, zodat het echt moeilijk wordt om een kermiskoers te blijven organiseren. Maar we zullen zien, we gaan er alles aan doen om dat zeker volgend jaar terug te doen. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.